Mijn inzetten voor de inwoners van Uitgeest is al vanaf het moment dat ik 32 jaar geleden in dit mooie dorp ben gaan wonen een belangrijk onderdeel van mijn leven. Eerst als trainer, daarna voorzitter en uh, official bij de KVB en KZB en de laatste vier jaar als raadslid en wethouder. Het CDA Uitgeest kiest voor vooruitgang door vernieuwing. Dit is terug te vinden in de punten waar het CDA zich sterk voor maakt: vooruit op gebied van wonen, onderwijs, economie, recreatie, toerisme, vrije tijd en infrastructuur, met als doel uit geest ook in de toekomst voor alle inwoners een aantrekkelijke woonplaats te laten zijn. Samen met de inwoners van Uitgeest wil ik dit in de komende jaren gaan realiseren. Vernieuwing staat onder andere voor de bouw van een integraal kindcentrum, waar onderwijs, zorg, opvang, sport en zorg samenkomen in een veilige groene omgeving op een centrale plaats in ons dorp. Niet alleen bij het IKC is veiligheid een belangrijk punt. Ook rondom het station is er behoefte aan meer veiligheid. Een verbrede fietstunnel met een gescheiden voetgangersdeel en cameratoezicht zal hieraan bijdragen. Daarnaast zorgt deze tunnel ook voor een betere verbinding tussen de verschillende wijken van Uitgeest. Door het verplaatsen van de N203 zal in dit gebied plaats komen voor gestapelde woningbouw die als kostendekker kan dienen voor deze ontwikkeling. Ook voor andere delen van Uitgeest heeft het CDA een duidelijke visie. Wat betreft woningbouw. In 2025 zijn er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen gerealiseerd voor jong en oud. Niet alleen groene plek, elke groene plek bebouwen, maar alleen waar het kan, waarbij de oorspronkelijke omgeving zoveel mogelijk intact moet blijven. Ook bij de herinrichting van het centrumgebied en de zeer noodzakelijke nieuwbouw van Geesterheem zullen wij ons inzetten om in de directe omgeving levensloopbestendige woningen te realiseren zodat onze senioren zelfstandig kunnen blijven wonen. Het CDA staat voor goed rentmeesterschap. Hetgeen betekent dat wij een mooi dorp willen doorgeven aan toekomstige generaties. Toekomstige nieuwbouwplannen dienen zonder gasaansluiting en energie-neutraal te worden gerealiseerd. In de afgelopen jaren is de overlast door vlieg, auto- en treinverkeer fors toegenomen en is de leefbaarheid van ons mooie dorp ernstig aangetast. Het CDA stelt zich constructief op. Maar is wel zeer kritisch ten aanzien van de uitbreidingsplannen van Schiphol, de aanleg van de trein opstellocaties langs de N203 en andere infrastructurele ontwikkelingen in en rond uit Geest. Er zijn grenzen en er moet wel iets voor terugkomen. Om de veiligheid ook in de rest van het dorp te kunnen waarborgen, is het uiteraard nodig om consequent te handhaven. Het CDA pleit daarom voor toezicht door bijzondere opsporingsambtenaren en voldoende budgettaire ruimte hiervoor. Voor 2018 is hier mede op initiatief van het CDA in voorzien. Maar om ons dorp veilig en leefbaar te houden, zal dit structureel dienen te gebeuren. Kortom, er dient een hoop te gebeuren in Uitgeest. Het CDA wil hier een rol in spelen en actief meedoen. Stilstand is achteruitgang. Het CDA wil wel vooruit. Stem lijst 2, Sem CDA.